kunnen bemachtigen in de zogenoemde Monster Pit. Waar ze waarschijnlijk een iets wat stoonde Gaga in de ogen kunnen kijken. Op dit moment zet Lady Gaga de Ziggo Dome op zijn kop. Paul Turner is uberfan en staat voor aanvang te stuiteren. I am extremely nervous. I don't know why. You know, but it's the first time I get to see she's an idol of mine, you know. And the reason why I am the way I am, I think, is a little bit because of her. And I inspired. Als rechtgeaard fan kent hij Gaga's oeuvre natuurlijk van haver tot gort. One of my favorites is Hair. And I know she sings it because I had a little look on YouTube. I tried to stay away because I wanted it to be a surprise, but she definitely sings it. So I'm excited for that one. Om ervoor te zorgen dat er Little Monsters geen horrorshow van haar leven maken, krijgt de zangeres hulp van Nederlandse bodyguards. En deze pokerface heeft zijn handen vol aan de capriolen. Ja, als ze dat soort dingen doet, dan gaan we daar gewoon in mee. En op een gegeven moment, dat is wat ik net ook zei, van als wij op een gegeven moment het idee krijgen van nu moet je echt stoppen, dan zeggen we dat tegen haar. Waar Nico peentjes zweet als een beveiligingsobject er weer vandoor gaat, smullen de fans juist smakelijk van de kolderieke acties van hun idool. En als er 200 mensen over je heen vallen, dan heb je nog steeds het risico dat je in het ziekenhuis belandt of nog erger. Want je houdt geen 200 mensen tegen. En dat realiseren mensen zich niet altijd. En dat zijn soms wel eens momenten als hekken omvallen en mensen komen door hekken heen of iets, dat wij dan wel denken van oh, nou moeten we echt maken dat we wegkomen. Op dat moment ga ik ervan uit dat hij iets anders wil dan een handtekening vragen. En breng ik die man naar de grond toe en hou hem daar totdat zij in de auto zit. Ja, nou heb ik vandaag het opmerkelijke nieuws te horen gekregen dat Erik, jij echt mega fan bent van Lady Gaga. Wat is daar opmerkelijk aan? Dat had ik nooit achter jou gezocht. Waarom? Het is een van de nieuwe genieën in de muziek. Dus jij gaat gewoon heel erg mee met de tijd en herkent een genie. Ik vind haar echt helemaal te gek. Ik zag haar bij Paul de Leeuw. Dat moet eigenlijk iedereen even googlen. Lady Gaga en Paul de Leeuw. Dan zit ze gewoon in sexy ondergroep met zulke hakken achter de vleugel. Gaat ze briljant spelen. En toen snapte ik dat zij meer was dan iemand die leuk kon dansen en leuk raar eruit kon zien, zeg maar. Maar die combinatie vond je dus ook wel interessant? Ik vind, natuurlijk, dat is toch heel spannend. Ja. Ik vind haar echt te gek. Ja. Zal ik iets heel leuks vertellen? Ik heb mijn redactrice nu aan de telefoon, aan de lijn. Aan de vork, zeg je dan eigenlijk, op televisie. En die heeft net met Lady Gaga opgetreden. Redactrice van Shownieuws, Marjol. Hi, Bridget. Jij bent echt een little monster, hè? Jij bent mega fan. Wat is er gebeurd? Nou, ik stond lekker vooraan, maar een nacht buiten op straat. En ik dacht, nou, dat vind ik wel prima eigenlijk zo. Maar ze zag mijn kroontje. Ik had een kroontje gemaakt met allemaal wietblaadjes van plastic. En een bijpassend jasje. En dat moest ze gewoon aan en toen moest ik er ook bij. Dat was geweldig. Dus jij stond met haar op het podium en heb ook serieus met haar een nummer gezongen? Ja, ik was een beetje aan het meegillen inderdaad van het achtergrondkoor. Nou, we zien jou hier. Wat fantastisch, hè? Ja, dankjewel. Was dit de eerste keer dat je haar ontmoette? Nee, gek genoeg niet. Dus daarom had ik een beetje dat ik dacht, oh god, moet het mij weer overkomen. Een beetje overrompeld, maar het was echt, de eerste was gewoon backstage. En nu was het echt, als je al die mensen in die zaal ziet, met al die, en ook heel veel mensen die ik ken, die dan aankijken. Dat was echt onbestemd. Oh, je bent er nog helemaal vol van. Waarschijnlijk was Lady Gaga wel lekker relaxed. Want volgens mij had ze daarvoor net een joint staan roken op het podium. Klopt. Ja, één huisje, maar het is een klein mensje. Dus volgens mij komt het wel hard aan. Oh, dat viel nog wel mee dus. Nou, volgens mij moet jij nog even uitspezen. Ja. Want je bent er nog helemaal vol van. En we zien je natuurlijk morgen. En dan willen we het uitgebreide verhaal nog eventjes horen. Oké, dankjewel. Geniet er nog even van. Dankjewel, doei. Wat te gek, hè? Een tof verhaal. Ja, dat is toch echt. Jij bent een beetje jaloers, hè? Echtelijk. Ja, je had er eigenlijk zelf in staan. dan is eigenlijk de vraag, dat doen we elke avond. Dat kent nog niemand, want het is namelijk de eerste avond. Ja, maar dat gaan we elke avond doen. Dan ga ik aan jullie allemaal vragen wat jullie morgen gaan doen. Vertel.